Aan de rand van het heksenbos woont Hekselien, samen met Moes en Bonkie de draak. Het is rustig in het bos. Alle heksen zijn op vakantie, behalve Hekselien, Moes en Bonkie. Bonkie is een beetje ziek. Hij heeft drakensnot. Hekselien en Moes zijn thuisgebleven om voor Bonkie te zorgen. Bonkie is blij dat zijn vriendjes bij hem blijven. Hij voelt zich echt niet lekker. Van al dat snotteren heeft hij zijn mooie drakenkleuren verloren en is hij helemaal grijs geworden. Hij niest en proest de hele dag en blaast alles overhoop. Tjonge, jonge, zucht Hekselien. Voor de zoveelste keer ruimt ze alles weer op. Wat een gedoe. Dat kan zo niet langer. Weet je wat? Ik zal een lekker toversoepje voor je maken. Daar knap je zo weer van op. Hekselien roert en tovert erop los. Een heleboel rare spullen en drankjes verdwijnen in de heksenketel. De soep pruttelt en stoomt. Even proeven of hij al goed is, zegt Hekselien. Ze buigt zich over de rand van de ketel. Hekselien, pas op, roept Moes. Te laat. De kleine heks tuimelt pardoes in de soep. Lieve help, is me dat schrikken? Bonkie en Moes snellen Hekselien te hulp. Zo snel ze kunnen, vissen ze haar uit de heksenketel. Oei, oei, oei. Wat ziet Hekselien eruit? Ze wordt helemaal blauw en ze voelt zich doodziek. Moes en Bonkie leggen haar voorzichtig in haar heksenbed. Wat nu? Hekselien ligt uitgeteld onder de dekens. En Bonkie is nog steeds ziek en alle andere heksen zijn op vakantie. Maar gelukkig is Moes er nog. Hij voelt zich kiplekker. Hij denkt diep na over een oplossing. Het is een probleem met toversoep. En dat moet je natuurlijk oplossen met toveren. Maar Moes kan helemaal niet toveren. Misschien staat er iets in het toverboek van Hekselien. Maar Moes kan helemaal geen heksentaal lezen. Moes zucht. Wie zou zijn vriendjes kunnen helpen? Dan glimlacht hij. Ik ga naar Elfje Fien, roept hij. Die weet vast wel raad. Want elfjes hebben toverstof. En met toverstof kun je heel goed toveren. Bonkie, kun jij voor Hekselien zorgen? Vraagt Moes. Ik moet op zoek naar Elfje Fien. De draak knikt dapper. Hij voelt zich nog steeds niet lekker. Maar Hekselien is nog veel zieker. Ik kom snel weer terug, belooft Moes. Moes kent de weg naar Elfendorp. Hij is er al eens geweest met Hekselien. Hij stapt flink door. Even later ziet hij wel 100 kleine lichtjes branden. Daar is het! Dat gaat goed, denkt Moes. Ik ben er bijna! Lieve help, waar is Moes nu? Hij lijkt wel verdwenen. Oei, hij is in een put gevallen. Hoe kan dat nu? Gisteren heeft het erg gestormd in het bos. Overal liggen afgebroken takken en bladeren. De put zat verstopt onder al die blaadjes. Daarom zag Moes de put niet. Arme Moes, hij heeft zich pijn gedaan. Auw, auw, kreunt hij. Mijn hoofd, mijn been. Hoe komt hij uit die donkere put? En wie moet Hekselien nu beter maken? Help, roept hij met een zwak stemmetje.
maar er is niemand die hem hoort. Wat is dat? Verbaasd kijkt Moes omhoog. Waar komt dat prachtige licht vandaan? Het lijkt wel of hij droomt. Hallo Moes, hoort hij opeens. Moes kent dat stemmetje. Dat is Elfje Fien. Gaat het een beetje? Vraagt Elfje Fien bezorgd. Moes wrijft over zijn hoofd. Ik geloof dat ik een dikke buil heb, zegt hij. Hoe wist je eigenlijk dat ik hier was? Vraagt Moes verwonderd. Elfje Fien lacht. Ik hoorde je om hulp roepen, vertelt ze trots. Mijn elfenoortjes horen wel 100 keer beter dan alle andere oren. Maar wat doe jij in deze put? En waar is Hekselie? Dat is een lang verhaal, kreunt Moes. Hij voelt weer aan zijn buil. Ik breng je naar Elfendorp, zegt Elfje Fien. Ik heb paddenstoelenzalf voor je buil. En dan kan jij me vertellen waarom je hier bent en waar Hekselien is. Goed, zegt Moes. Maar hoe kom ik uit die put? Ik heb toch toverstof, joelt Elfje Fien. Natuurlijk, daar had Moes niet meer aan gedacht. Elfje Fien zwaait met haar hand. Wel 1000 glinsterende twinkeltjes dwarrelen in de put. Moes zweeft naar boven. En even later zit hij midden tussen de elfjes. Elfje Fien smeert zalf op de buil. Moes vertelt over de soep, over Hekselien en over Bonkie de zieke draak. Een draak? In het heksenbos? Vraagt Elfje Fien verbaasd. Bonkie is een lieve draak, legt Moes uit. Hij woont op ons dak. Moes zucht. Elfje Fien, ik kan Hekselien niet helpen. Ik kan niet toveren. Maar jij hebt toverstof, zegt hij. Elfje Fien pakt een zakje toverstof. Ik ga meteen met je mee, zegt ze. Kom je? Moes kijkt Sip. Ik kan niet vliegen zoals jij, hoor, klaagt hij. Oh ja, even vergeten, lacht Elfje Fien ondeugend. Met een sierlijke zwaai strooit ze wat toverstof over Moes. In een wip hangt hij boven het gras te bengelen. Hij gaat steeds hoger en hoger. Dat is leuk, joelt Moes. Volg mij maar, het gaat vanzelf, schatert Elfje Fien. Het vliegen duurt maar even. Dan zijn ze bij het huisje van Hekselien. Moes had best nog wat langer willen vliegen. Maar ze moeten Hekselien helpen. Gelukkig voelt Bonkie zich al wat beter. Hij brengt Hekselien net een kopje warme melk. Wat ben ik blij dat jullie er zijn, roept Bonkie. Dit is Elfje Fien, zegt Moes. En jij bent zeker die lieve draak, lacht Elfje Fien. Bonkie knikt. Hekselien is nog steeds ziek. Kun jij haar helpen? Vraagt hij. Elfje Fien strooit wat toverstof over de warme melk. Bonkie laat Hekselien voorzichtig drinken. Gelukkig werkt de toverstof heel snel. De kleine heks voelt zich meteen weer beter. Ze opent haar ogen en gaat recht op een bed zitten. Elfje Fien, wat doe jij hier? Vraagt ze verbaasd. Moes vertelt het hele verhaal. Hekselien luistert met open mond. Daar weet ze helemaal niks meer van. Met z'n allen zitten ze nog een hele tijd lekker te kletsen in het heksenhuis. Maar waar is Bonkie? Hij is naar buiten geslopen met het kopje melk. Dat toverstof, dat wil hij ook wel eens proeven. Stiekem slurpt hij van de warme melk. Hij drinkt de hele kop leeg. Lekker,
smakt hij. Maar wat gek, het kriebelt overal. Dan is het bedtijd. Hekselien, Bonkie en Moes nemen afscheid van elfje Fien. Ze krijgt van iedereen een dikke knuffel. Dankjewel voor de hulp, zegt Hekselien. Komen jullie gauw eens bij mij op bezoek? Vraagt elfje Fien. Dat beloven ze. Tot ziens, zwaait elfje Fien. Dan vliegt ze terug naar Elfendorp. Hekselien, Moes en Bonkie kruipen in hun warme bed. Gelukkig is alles weer goed, zucht Moes tevreden. Of niet?